Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. De prijs mag wel iets omhoog, ja. Nou, ik vind in ieder geval dat we de bio-industrie af moeten schaffen in Nederland. Want zoals wij beesten houden, is niet goed voor de beesten. En ook niet goed voor ons. Nee, het moet niet. Maar het mag wel. Nee, dat vind ik niet. Nee. En dat het al duur genoeg is. Al duur genoeg. Zou u dan voor een vleestaks zijn ook bijvoorbeeld? Nou ja, hoe het gebeurt, gebeurt het. Maar dat we gewoon een eerlijke prijs betalen. Die dus wel goed is voor het beest en ook goed voor ons. Ja. Om de boeren een goede prijs moeten krijgen. Ja. Het gaat over die vleestaks. Oké, ja, weet je, we betalen overal belasting over. Dus het wordt eigenlijk een beetje te gek, is dat? Als het puur naar het Rijk gaat wel. Ik hoop, kijk, gaat naar de boeren toe, dan vind ik het helemaal goed. Maar het moet niet naar het Rijk gaan. Nee, ik vind het niet, nee. Ja, ik heb er niet zoveel uitleg bij eigenlijk, maar ik vind dat het al prijzig genoeg is allemaal. Dus in een hogere prijs voor de boeren hun vlees, dat zou goed zijn? Ja, als het naar de boeren gaat, ja, vind ik wel. Het gemaakt voor mensen. Ik denk dat de echte vleesliefhebber op een gegeven moment toch de vleesliefhebber blijft. Maar ik vind wel dat de boeren een eerlijke prijs moeten hebben. En daarom zou ik op een gegeven moment zeggen van, wat mij betreft, mag het omhoog als de boeren er beter van worden. Ja, de boeren moeten gewoon zo hun werk kunnen doen dat het goed is voor ons land. En ja, ik treed een beetje in herhaling, maar ook goed voor de mensen. Want blijkt dus nu ook weer met de pandemie dat het grotendeels veroorzaakt wordt doordat we hier zo ontzettend veel beesten houden dat er te weinig scheiding is. Ja.